je daar even kijken of die live chat het doet. Ja, ik zal even checken dit, Daan, dan kan jij een beetje lullen. Ja, hij staat nog niet live, zie ik, maar... Nee. Die goelie duurt lang, jongen. Nee, ik ben al live, hij staat on air. Oké. Ik weet alleen niet hoe ik je moet uitnodigen, Bob. Custom leak? Ja, daar ben ik even in. Ja, my leaks, dan klik je die aan. Ja. Even kijken, play en dan gewoon sta ik daarbij, Nationals. Moet je daarop klikken? Klik je daarop en dan send message. Heb je hem? Message received. Ja. Oké, ik zet hem even op onze site, jongens. Nou, kunnen we zo gaan starten. Ik heb die link nog niet, ik kan hem niet vinden. Accept. Top. Ja, ik zie hem live. Alleen Roelie, je moet ook even bij die livestream even weer naar share, naar share. Oh ja. En dan naar uitzend instellingen, ja. Opmerkingen. Oké. Berichten aan kijkers en opmerkingen van kijkers weergeven uit. Top. Alrighty. Alright. We zijn live. Ja, alleen ik kan werken. Nee, de video is niet gemaakt voor kinderen. Top. Niet gemaakt voor kinderen. Sorry, nu zou die chat het wel moeten doen. Even kijken. Ja, zijn jullie nog een beetje klaar voor, jongens? Absoluut. Ik ben er klaar voor. Ja, de chat doet het. Oh, kunnen we? Mooi. De home. Centrus Park. Laten we spelen, Bob. Ja, daar spelen we. Top. Hoezo zijn mijn pitchers moe? Wedstrijd nummer 5. Bob van der Meer met de Nationals tegen Roelie en Rieke met Atlanta Braves. Allebei losers van hun eerste potje. Dus vandaag gaat er één iemand in ieder geval een winnetje pakken. Ja. Wat ging er fout in die eerste wedstrijden van jullie boys? Nou, ik kan er heel kort en krachtig over zijn. Iedereen heeft kunnen zien dat mijn microfoon het niet deed. Dus ik weet dat mijn tegenstander er alles aan heeft gedaan om mij uit mijn spel te halen. Het is hem overigens ook gelukt. Geluk was niet aan mijn zijde. Ik wil mijn fans ook daardoor ook erg mijn excuses. En we gaan het vandaag opnieuw oppakken en nieuwe kansen liggen klaar voor mij vandaag. Oké. Hoe zat het bij jou dan, Bob? Wat ging er bij jou fout? Ja, wat ging er fout? Weet je, als je alleen maar gokt, dan heb ik gokje af en toe wel eens goed. En dat gebeurde dus tegen mij. En Roelie is natuurlijk ook gewoon een binnenvelder en die weet wat hij doet. Dus nu wordt het pas echt een moeilijk potje voor mij, denk ik. Nee, vorige keer was het gewoon gelukkig als gokken. Gespeeld. Ja, vorige keer was het gewoon anti-hongen. Bob, ja. Speel jij dat als jij zeg maar naar één gooit, dat je hem tussen de groen moet krijgen of druk je gewoon en dan huppa, gooit hij? Ja, ik heb dat accuracy aan, ja. Dus dat jij het zelf moet beslissen? Ja. Oké, dat ging vorige keer ook niet goed bij mij, moet ik ook heel eerlijk toegeven. Was dat niet de eerste van de game? Nee, de eerste van de game sloeg hij een single die hij dus doorrende naar 2, waarbij hij safe zal zijn, maar toch besloot terug te gaan naar 1. Dus dat heb je geoefend? Ik heb hier en daar mijn tips mogen ontvangen. Nee. Ik ook niet. Alrighty. Have a good game, Bob. Huppa. Ja.
Jeetje, Hemels. Wow. Wow. Bob. Ja. Wow. Ik zie die change. Je bent er goed in. Ai. Oké. Hey, raak je hem toch weer goed, hè? Lekker, ben je midden in dat rondje. Ja, het spel wil ook gewoon niet dat ik win. Ik ken het. Bij Stijn had hij eruit gelegen. Ja. Uit het infield. Sorry. Ah, nice pitch. Geen fouten maak je. En dat. En de bom naar bom, hoor. Ja, ik... Ja, vergeleken met Martinez, zeker. Zeker. Maar... Dus als jij bij Pirates... Oh, wauw! Als jij bij Pirates speelt, sla jij hoeveel bommen per jaar, Stijn? Ik denk pak een beet, 27. Dat is waar, goed. Zeker... Dat zijn spelen met 21. Ja, moet wel lukken. Shit! It's high and deep to center. Racing back to center fielder. And a leap in. Yeah. Shit! But it's in vain. A home run. En deze zat weer niet midden in dat rondje, hè? Het spel is gewoon niet. Dit klopt niet. Ja, klopt niks van. Klopt niks van. Willy, ik krijg een opmerking van Seb dat je niet in de wereld zat. Oh man, het is ook nooit goed. Momentje dan. Dan ben je weer niet aanwezig, dan ben je weer te hard. Dan ben ik te hard. Oh. Ja, die Shep kan ook wel zeiken, jongen. Dat ja, dat klopt. Oh jee, ik heb iets. Voor zijn leeftijd. Wauw. Hey, after that extra base hit, things wow, could go really awry. He didn't. He battled right back in his zone with a nice bezig, executed ja. Pitch. Zijn er al mensen in de chat? Fames behind 1 and 2. Francisco. Oef, pijnlijk. Ja, meteen die boom. Ja, maar ik ben niet bang. Kijk maar. Hij is niet bang hoor. Hij is niet bang, dat zie je meteen. Ik ben niet bang. Maar heb je nog wel een beetje getraind na dit nederlaag van de eerste wedstrijd? Wauw, mooi, Rudy. Goeie bal. Mooie bal. Ja, denk je wel. Ik heb niet getraind, nee, zeker niet. Maar weet je, trainen... Ja, absoluut, vraag maar een Stijn. Die treedt niet. Ik kan niet van trainen. Oh, ja, een strike anyway. It's nothing in one. A ball and a strike now to the Atlanta leadoff man. Wacht maar, Albies aan slag komt is alles goed. Ah! Back into foul territory behind first. Kom op, Zimmerman. Oh man. Je weet wat de baseball guards doen hiermee, hè? Die krijgt zijn rolsluver uit, die Zimmerman. Dit zijn game balls. Wauw! Wauw! Yeah. Boy. Dit gebeurt dan, hè? Omdat die Zimmerman weer laat vallen. Is baseball guards. Ik zei het. Zei het je nog. Eens kijken wat de baseball guards gaan doen. Olé! De subfish is special, hoor. Wauw. Ik snap dat nog niet. Hit back up the middle. Step on the back for one. Wow. Die bladje draaien doen we hem ook wel. Herboy. Doe je goed. Doe je goed. First pitch coming, here it is. Oh, maar die Strasburg die laat alles hangen, jongen, dat is niet normaal. Ja, ik had nu al 3-0 voor moeten staan. Ik speelde één oefenpotje tegen Stijn voor deze hele competitie. Ja? Ja. Die ook alles hangen, jongen, sloeg Strout hem ook even 60 meter eruit. Wauw, ook heen. Hey Bob, is Nederlands voor Mike Forel, hè? Ja, maar die is niet zo goed, joh. En Mike Forel, die kan het wel. Zo sloom. Hallo Zimmerman, ik ga jou wisselen dadelijk, hè. Zo sloom. Ja, Freddy Freeman. All set for the start of the inning and that'll bring up the power hitting first baseman Ryan Zimmerman. Hi. First pitch of the inning is taken low and away for a ball. It's 1-0. Oh wow.
Hoe kan hij dit laten lopen? Ja, het is eagle eye. Hoe kan je dat laten lopen? Doe anders een check swing. Albies, stay with it as he backs up and puts it away. One gone. Dit was gewoon een perfecte timing. Starlin Castro. Dat zag ik. Oh wow. And a fastball to start things out here. Not close. It's a ball and no strikes. Well off the plate, zegt hij. Now a check swing, but it's strike one anyway, says the home plate umpire. Oh, the guesser. The guesser won the party. Hoi. Prachtig. Line toward center field. Ah, weet je. Is there, two gone. Zit er goed bij, Bob. Dit is gewoon hoe ik het in het echt ook is. Digging klaar, in. Ja, maar 50, maar we zo veel lijnen. Ik heb dat ook. Alleen dan met 350. Ah, rot op, man. Wie is dit? Kuntje of Victor Robles? Met 47 pop. Ja, ik denk een challenge, joh. Kurt Suzuki. Hey Rulli, wat ik me nog herinner, is dat toen ik net in hoofdpas kwam, zei ze ook in het A-team, dat je net een jaar erop zitten met 340 of zo, met een andere strike account to Suzuki. Een jaar erop, zoek je 230, maar had je wel 6 bommen. 5 bommen, ja, 5. Ja. Ik weet wel wat Roendrik liever wil. Ik sla liever 2-30 met 5 bommen. Ik wil dat nooit meer van mijn hele leven, ik zeg het je eerlijk. Just hung in there on that one. Bitch. Doe je goed. Looking dan maar. Ah. Gaan lopen. Man. Roenerik zit in de chat. Gaat het weer over mij beginnen. Ja, Roenerik, jij bent ook een lulletje. Dus dan moeten we het ook weer hebben. Marcelo Zuna. Set to lead off the home half of the second. Line toward right center. That gets down and he's got himself a base hit. Oh, jongen. Victor Robles. Not in time and he's in there. Ja, die slaat net een bom. Laat hem even leuk doen. Adam Duvall and Strasburg will get ahead of him here with strike one. Oh, and he's really getting the better of him now. Goeie pitchers. Maar PCI moet even geen meter. That changeup he throws is in the high 80s to go along with that good heater. Slow roller down the third baseline. This will be a foul ball and it's still 0-2. Jammer. Nothing in two count and the pitch. This one's outside. Quite a bit off the plate that time. What's that now? Fastball swung on and missed for the first out. Stepping into the box. Maar kijk, als dat meestal bommen als ik net hem vraag. Get his first opportunity in this one. Breaking ball called just a bit low. Marquez hits right-handed pitching very well. Makes a lot of contact, but he generally isn't known for displaying a lot of power. See a lot of line drives and ground balls in these situations. Yeah, I almost think he has too good of hand-eye coordination, Matty. Sometimes maybe just kom, ik moet niet één punt pakken toch, of niet? Major damage with, but to just drive it up the middle the other way and take his knock, and that's what he's been able to do. Very close, zegt hij. Roy. Hey, Roy! Altijd Roy. Nee. Ai, jammer. Dansby Swanson, number one pick. Boy. Her boy. Ja, ja. Wat? Wat? Doe het, Howie. Doe het. Hij kan niet eens verdedigen, hij, man. Heerlijk. Pak even een puntje weg. Laat hem boosten. Sorry jongens. Hamels back at it now as the first pitch is swung on and missed for strike one.
Lopen, lopen, lopen! Hij gaat hem weggooien. Zo, ja, call, dacht hey. Ik al. Dacht ik al. Hoe oud is Cole? Die is al in de 60, weet je. Speedy Trey Turner digs in now. As he'll take a look at a high strike that time, it's nothing in one. Hit it hard, but lined out in his first at-bat. Swung on and lifted in the air to left center. Ozuna giving chase. He makes the catch. A great effort to get there. And then to lopen. The first out of the inning. One away now in the Washington third. And stepping in is the second baseman, Howie Kendrick. So good. Now that the first pitch, here it comes. Just off the outside that time, laid off for a ball. Yeah, yeah. Man, he just missed the zone right there. One of the toughest pitches in the game, that backdoor cutter. As an offensive player, you give up on that pitch. Soon as it comes out of the hand, next thing you know, it's trying to grab the corner. 3-0 to him now. Wat voor dikke man. He has 3-1 to Howie Kendrick. Stealing that strike on 3-0 was important, but you don't want to miss over the heart of the plate in this situation. I gotta believe he's gonna be way more aggressive right here. And that misses ball four. So it's first and second now with only one away. Need normal. Riding in once again, Juan Soto. He got a hold of one and went yard in his first appearance in this one. Oh, die stellen was het staat af te bladeren. 0-1 count and the pitch. Jij speelt net zoals jij in het echt ook speelt, zie ik. Strasburg over at second. Alleen maar zij komt de scheids. En lekker veel leunen, lekker man. Oh, snap. Snap. Was lek, jongens. Ready for another chance? Eric Thames. He looked to bounce back after striking out his last time up. First pitch of the at-bat. Oh, snap. Rounded to the right. Albies scoops it up. Yeah. On to first is going to get him. And the Nationals blow an opportunity. Easy play. Easy play. He's dead. Bottom of the inning now. And that'll bring in the veteran catcher, Tyler Flowers. And, oh, looked inside, but that's ruled a strike, nothing in one. Hij kan het wel, hoor. Ah, het is wel bij de kant. Ja, klopt. Miss on the slider, and he's quickly behind, nothing in two. He offered at that pitch out of the zone there, and I think that's a result of the previous pitch getting called against him. He might feel like he's needing to expand the zone if that's how it's going to be called. Now a changeup locks him up as he looks at strike three. Jongens, hopen jullie dat we en jullie kunnen beginnen? Ik ga ervan uit dat we kunnen. Ik heb het 2 maanden geleden al gezegd. Maybe trying to back him up a bit there. Hey, Bob. Ik ben niet echt enthousiast. Ja, ik vind het, zeg maar, 1 juli om meteen weer, zeg maar, een competitie en dan 3 wedstrijden in de week. Nee, we gaan eerst oefenwedstrijden spelen waarschijnlijk, maar... Ja, ja, oké, okay, maar zeg maar 3 wedstrijden in de week vind ik dan nog steeds. Weet je, dat speel gewoon alleen het weekend. Het gaat toch weer nergens om. Ender Inciarte is going to grab a bat now and hit for the pitcher Hamels. Number 11. Wauw. Ja, man. In dat slidertje. Blief. 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 Kom op, kom op. Ja, kijk, dat kan hij niet trekken. Ja. Dan komt hij er wel bij, hoor. Rano. Dat heb je geluk dat ik niet op hoog sta. Ja, dat is waar. Maar dat heb ik al vanaf het begin gezegd. Hit high and deep to right center. Long run wordt er vaak gesteld in de chat, doen jullie nog een beetje oefenpotjes onderling, 22 mogen toch? Nog niet, maar ik denk dat wij wel binnenkort een keer tegen het tweede van ATC weer gaan spelen. Denk ik. En jullie, Rudy? Nee, we hebben nog geen oefenpotjes gespeeld. Grant Dayton, a 6'2" left-hander, jogs in to take over. Wij trainen overigens nog maar 1 keer per week. Vanaf deze week gaan we met 2 keer per week beginnen. Maar weet je wat het is ook? Wij zijn net kampioen geworden, hoor. Dus wij doen het rustig aan. Ja, en wat ik al in het begin zei, ja, trainers voor talentlozen. Ja, ja. Dat is ook waar. Here's Starlin Castro. Ah, snap. What is dit? Die man komt alleen maar... Mijn controle doet een beetje raar, man, boys. Ja, zie het.
alles door het midden. Victor Robles digging in. Ligt niet aan jou dus. Nee, maar dat heb ik vorige keer ook. Maar ik heb een andere one out of the park. Just like he did back in the second. Ja. Maar zijn controle. Je doet nu echt een beetje vreemd. Vreemd is voor het talentloze opgegeven. Oh, snap. Nee, nee, heeft Henk wel een punt? Nee, Henk heeft geen punt. Henk heeft geen punt. Trainen is voor talentlozen. En nu voor Washington, Kurt Suzuki hit it hard but lined out in his first at bat. Ik hier, voor kopshot. Wat is dit? Ik zet die bal echt inside in. Ja. Hij gaat ook zitten. Waarom? Oké. Ja, ik snap het eigenlijk. Ik heb niet eens meer zo'n dingetje waar ik die bal moet stoppen, man. Hij gooit alles kopshot. Ja. Ja. Pitcher kan ook slaan, hoor. De pitcher kan ook slaan. Oh my god. Steven. To the plate now, Trey Turner. As he'll look at a fastball too high for ball one. 0 for 2 from him so far in this one. Tip, wat zegt hij dan? Hij zegt je gebruikt meter. Zet het op pulse pitching, dat is wat accurater. Ja, dat is ook moeilijker als je niet veel gespeeld hebt. Wat is dat? Dat is dat ding dat je naar beneden moet trekken en dan weer naar boven. Dat is dat ze op en neer pulst. Kendrick waiting, now the pitch. Ach, man. Hit the other way out toward right field. Markakis has a read on it, and that retires. Okay, let's go. Ik heb wel eens eerder achter gestaan. Niet 5-0 overigens. 3-0. Wel 3-0 ja. Hey, wat doe je op Albies, man? Ja, 3-0. Roland Laurens zegt, ik zeg mijn season tickets op Roland. Kijk, mannen van weinig hoop. Strike pitch from Strasburg. Ja, Roelie, ik had het tegen Angelo ook, hè. Ik stond 6-0 achter. En in die chat, jongen van HCW, iedereen mijn shit geven. Ja, weinig hoop, ja. Ja, kwam ik terug, 6-3, hè. Niemand zei iets. Ja. Allemaal. Ja. Komt toch onder druk te staan, hè. Je moet toch je club verdedigen. Dat gunnen je niet. Ik gunnen je helemaal niks. Maar ze zijn alleen net als het goed gaat, hè? Dat zijn zulke mensen. Maar zijn er ook al ooit aan het aarzelen op jullie plekken om jullie te vervangen? Nee, dat niet. En dat is het dus, hè. Niemand kan het bij ons. En dan nog steeds shit. Maar Dennis Bergsdijk, zomaar kan je huilen, Bob. Kijk, maar Dennis is zo iemand. Die gaat 10 om 20 met FIFA in de weekend. En dan heeft hij nog steeds een grote mond. Yeah. Now this guy has retired a whole slew right now. I think what he needs to do is just stay focused and Bob. Keep attacking the game plan like he has. Hoe voelt het om hoger in te slaan? Because everything he's done has worked. Ja, dat is. Nou, dat doe ik niet zo vaak. That breaks into that time. Foul. Dat doe ik niet zo vaak. Maar ik heb er wel één in ieder geval. Dus ik kan niet zeggen dat ik het nog heel slaan. Oh, wie? Op ja, weet je, bij een van de beste pitchers in zijn prime in de hoofdklasse, Timo van Akkum. Timo! Ja? Die geeft niet heel snel home runs op, hè? Zeker niet, die is echt gooit ook wel, denk ik, rond de 95 of zo. Ja. Wel kilometer per uur. Ja. Ik denk ook ballen per wedstrijd. Gooit wel meer. Timo. Wel een top teamgenoot overigens. Ja, Timo is top. Twee balls en een strike. Roland zegt ik heb meer vertrouwen in een leg day met je pakken. Zo. Deze doet pijn. Ik heb oprecht één keer in mijn leven leg day gepakt. Maar kijk, Roelie, jij oont het tenminste. Geen leg day, je zegt het. Mensen zeggen heel erg ook toe dan leg day. Nee, man. Nee, man. Ik doe Dennis Burgersdijk ook weer. Wie is de Ron is geil. Voor mij Lars Haaien. Ik
ik kan niet verslaan aan Lars. Ik own Lars. Check de stats, ik maak geen grap. Wie ben jij, Rudy? Ja, wie jij dan? Ja, ik zei het net, Rob is geil. En dat is geen grap. Dat is geen grap. Dat is geen grap. Hij zat bij jou in het team, toch? Nee, ja, ook, maar... Dit is bij Amsterdam. Toen hij bij Amsterdam zat... Toen hij bij ACW zat, had ik moeite. Toen hij in Amsterdam ging en ik bij ACW zat, had ik moeite, dus... All day change-ups, zegt Dennis Bergster. Hier dan, fastball. Oh, hey, Seb Visser vraagt hoeveel squat je nog hebt. Ik denk dat ik 90 ga squatten. Oh. 10 keer. Nee, maar zeg eerlijk. Een vraag voor jullie allemaal. Zeg eerlijk. Stel je voor, jullie waren de snelste speler in een league. Zou je dan nog leg day doen? Maar waarom zou je sneller willen worden? Zeg jij mij maar. Vraag me niet aan. Vraag me sowieso niet aan Stijn. Stijn. Niet aan Stijn, dat is waar. Stijn heeft talent, dus hij traint niet. Nee. Dat is waar. Hier komt de eerste pitch. En dit is op de outside voor strike 1. 6 runs, 8 hits. Nee, ik zou het ook niet doen. Wie is de makkelijkste pitcher? Of in ieder geval, wanneer word je blij als je ziet dat hij gooit? Goeie vraag. Dit zijn leuke vragen. Goeie vraag. Eens even kijken. Moet ik even nadenken hoor. Kai Timmermans. Kai. Standing in is the veteran third baseman, Adam Duvall. Ik heb er nu al zin in. No swing apparently, ball one. Rwendrick zegt ook, je hebt meer dan 100 is niet Dat klopt als je de bal constant kan raken. Eerst dan kan je niet stelen, Rwendrick. Nee, daarom. Makkelijkste werper, Rudy? Nee, ik weet wel eentje, daar ben ik serieus 3-3 op met een dubbel, een triple en een home run, maar dat ga ik niet zeggen. Kom op, broer. Nee, maar het is nog een jonge gozer ook, dus dat ga ik niet doen, man. Ja, dus? Nee. Krijgt hij ook een beetje fame? Ja, beetje clout. Nee. Maar lekker actief, Henk. Goed bezig. Ja, Henk is goed bezig. Hij heeft nog niet veel meer vragen. Zo zie je, maar je kunt gewoon allerlei vragen stellen tijdens de wedstrijden. Dus blijf kijken naar deze wedstrijden. Blijf vragen stellen. Dit spelers nog een beetje kennen. Goed idee. Nou, kom helemaal terug, jongen. Helemaal terug. Ah. Je moet straks weer eraf halen. Het zal maar 5 inningen zijn, want we beginnen vanaf de 5e inning te spelen. Hier. Ik heb dat gedaan. Ja, ik heb hem doorgestuurd. Hebben jullie dat gezien? Ja, altijd 2 goede te pikken. Nee, je moet niks. Oké, zo. Oh, dankjewel Stijn, dankjewel Stijn. Het is één iemand die oplet. Zo, wat doet die catcher? Hoezo staat die man niet op zijn honk, zeg maar? Een sprongetje, voor de lol. Ongelooflijk. Don't call it a comeback yet. A swing and a drive to center field. That one's got a chance. Robles is there, and that should be deep enough to score the run. And the runner from third scores as they try and work their way back into this one. It's a 6-1 game. Again, komt het even goed weg, Haley Bobby. Easy catch, dude. Nee, hij kwam goed weg, ja. Johan Camargo will look for some two-out magic here as he'll pinch it with Sugan. Nou, weer niet nul, dus dat is goed. Hey, trouwens, hey, weet je wie het voor mij is? Het makkelijkste werpen. Nou? Kevin Heistek. Ah, dat is trouwens ook zo. Ja, dat is ook zo. Voor lefties denk ik sowieso. Zo. Collega, goed met
pot. 6-1 ja. De Nats. Ik snap dat die controle niet meewerkt, maar die controle is eraan. Probeer een nieuwe controle of zo te kopen, want anders win jij deze competitie. Dit is echt de tweede keer op een rij. Ik zet hem op de black en die controller op een of andere manier shift hij terug naar Dan de Kok. Heb jij homerun op Kevin Heistek geslagen, Stijn? Nee, dat niet. Nee? Beste coach in de hoofdklasse, tactisch opzicht. Hoog, hebben we het over hoofdcoach? Beste coach. Hoofdcoach. Ja, ik heb maar 3 hoofdcoaches gespeeld. En de beste coach waar ik onder heb gespeeld is trainer dan. Zeker trainer is Urbanus. Dat is Charles geweest. En maar de beste keuzes maken. In game. Ook Urbanus. Ja, je mag gewoon jezelf ook noemen, Rulie. Ik bedoel, jij bent ook wel een soort manager on the field. Ik ben zeker een manager on the field, maar ik wachtte dus zo een opmerking af. En nu dat jij het gemaakt hebt, je hebt gelijk. ja. Bob, ik heb ook een vraag naar jou namelijk. Vertel. Wat is de reden dat jij nog speelt? Oef. Omdat ik het spel honkbal nog steeds leuk vind. Verder geen ambities. Als ik het niet meer leuk zou vinden, dan zou ik stoppen. Ja. Dus ik speel het voor mijn lol en ik wil wel natuurlijk zo hoog mogelijk spelen. En voor mij is dat dit. En ik kan er nooit geld mee gaan verdienen. Ja. Dus dan is dit een prima niveau om. Om te spelen. Je broer verdient er zijn geld mee, hoezo kan jij dat niet dan? Ja, Stijn, wat hij tegen jou dus ook had, hij heeft gewoon ongeluk gehad. Blijven er maar intrappen, elke jaar weer. Gewoon mazzel. Ze doen elke keer per ongeluk zijn ze naam op de sheet bij Nederland, terwijl het wel mijn naam moet zijn. Ja. Geluk moet je hebben in het leven. Ja, sommige mensen hebben het niet en Stijn heeft het. Altijd geluk in de wereld. Als je kijkt naar al die bleeders die slaat, dat is niet normaal. Ja, die openingswedstrijd ook. En in het echt ook. Maar het is, je moet... Stijn, hoe komt dat? Lang dicht blijven of niet? Wat? Lang dicht blijven. Weet ik veel, ik train nooit. Lekker pik. Even kijken, als het Nederlandse team de A-status kwijtraakt... Laatste vraag, want dan gaan we die in de volgende pot doen. Wordt de hoofdklasse dan leuker of niet? Nou, ik denk dat de hoofdklasse leuker wordt als je Absoluut. 2 wedstrijden in de week gaat spelen. Want dan komen de jongens die nu niet met 3 keer willen spelen, die overgangsklasse spelen, komen weer naar de hoofdklasse. En dan wordt het niveau gewoon weer hoger. Want er zijn genoeg jongens in de overgangsklasse die het niveau wel aankunnen, maar geen tijd ervoor hebben. Nou, ik geloof daar niet in, want als jij 2 dagen in de week speelt... Dan heb ik het niet over Sepp, want Sepp die was gewoon niet goed. Hey boys, we gaan door met de volgende. Oké dan, was gezellig. Yes. Hey, leuke, goede game, Rulie. Jammer. Goed, ja. Ik hoop een nieuwe controller. Ik ga er wat aan doen. Gefeliciteerd, Bob. Dankjewel, hè. Dankjewel. Houdoe. Winnetje voor Bob, mooi man. Houdoe, hè. Hey, Rulie, ga hem even uitzetten.